ofwel gaan we allemaal de dieperik in. Oep. Hallo, ik ben Rachida Lamrabet en ik wil het hebben over duurzame transitie of alleszins wat betekent dat voor mij persoonlijk. Voor mij kan er geen sprake zijn van duurzame transitie wanneer die niet vertrekt vanuit een mensenrechtenperspectief. Wat betekent dat? Vertrekken vanuit een mensenrechtenperspectief, dat betekent dat de mens centraal wordt gesteld, dat men vertrekt van menswaardigheid en rechtvaardigheid. Een eerste element is dat we een heel ander verhaal moeten gaan vertellen over de verguisde anderen. Het verhaal dat vandaag verteld wordt is er één van angst, van vijandschap, van criminalisering, van vooral de gekleurde anderen. En ik denk dat is gevaarlijk en dat zal onze samenleving echt wel nergens toe brengen. Ik denk dat we een ander verhaal moeten vertellen en dat ander verhaal is heel erg mogelijk. We kunnen een verhaal vertellen waarbij we onze verschillen niet noodzakelijk moeten gaan uitvergroten, maar waarbij we op zoek gaan naar wat wij delen, welke belangen wij delen. En wat kan er een groter gedeeld belang zijn dan de zorg voor onze planeet, die toch wel heel sterk onder druk staat. Een tweede punt is dat we als gemeenschap echt wel veel feller ons protest mogen laten horen tegen de militarisering van onze samenleving. We hebben hier in het Westen landen die uit puur winstbejag wapens verkopen aan landen in oorlog. Die wapens worden ingezet tegen onschuldige burgers. En die burgers zijn dan noodgedwongen om hun landen te verlaten. En die dan geconfronteerd wordt wanneer ze hier toekomen met grensbewaking, met opgetrokken muren, met diezelfde militarisering. Dus ik denk dat moeten we feller aanklagen. Een derde punt is dat wij als gemeenschap solidair moeten zijn met mensen die het minder goed hebben dan ons en mensen die niet op ons lijken. Duurzame transitie voor mij wil zeggen dat je ook radicaal kiest tegen discriminatie, dat je radicaal kiest om te strijden tegen racisme, islamofobie, homofobie, genderongelijkheid. Dat is een totaalpakket. Als we die transitie willen maken, dan is het met iedereen of dan is het met niemand.